Nou, we hebben Injo, onze nieuwe geluidsman. Ja, dames en heren, na een... Kunnen jullie het mijne ietsje omlaag? Na deze moeilijke start gaan we toch echt beginnen. Ik heb hem hier, het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dit is niet overnacht gebeurd. We hebben hier jarenlang over onderhandeld. En in 2013 leek het eindelijk zover. De president van Oekraïne, Yushchenko, zou hem toen in 2013 gaan tekenen. Totdat een week van tevoren hij besloot het toch niet te gaan doen. Waarschijnlijk onder Russische druk. Wat het precies de aanleiding is geweest, is nog steeds onduidelijk. Zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten, is toen het Maidanplein pro-Europese Oekraïners de straten opgegaan, betogen dat het toch getekend moest worden, onvrede in het land. Janukovic is uiteindelijk afgezet door het parlement, gevlucht ergens heen en is vervolgens een nieuwe presidentsverkiezingen uitgeschreven. En Petro Poroshenko van de pro-Europese partij is uiteindelijk verkozen. Zoals jullie weten is dan aan de oostgrens het ook onrustig. Een bloedend conflict is daar ontstaan. De Krim is geannexeerd. Een heleboel onheil in Oekraïne. Maar dat associatieakkoord, dat ligt er nu. En dat associatieakkoord is goedgekeurd door het Europees Parlement, door alle lidstaten, door de Eerste en Tweede Kamer in Nederland. Maar toch hebben we het erover, omdat Geenpeil het burgerinitiatief zo ver heeft gekregen om meer dan 300.000 handtekeningen te verzamelen, waarop wij nu mogen gaan stemmen. Op 6 april mogen wij voor het, of tegen het verdrag gaan stemmen. Maar wat houdt dit verdrag nou eigenlijk in, dit boekwerk? En waar gaat het akkoord nou eigenlijk echt over? En wat zijn de gevolgen van een mogelijk ja of nee? We gaan het hierover hebben met Michiel van Hulten, oud-PVDA-voorzitter, maar momenteel vooral campagne aan het voeren met stichting Stem voor Nederland. Naast hem zal plaatsnemen Jort Kelder, presentator, journalist en pleitbezorger van het referendum van Geenpeil. Jullie kunnen uiteraard de discussie meedoen. Stel een vraag hier bij Emily of twitter mee via hashtag RFD. Maar nu eerst graag een warm applaus voor onze twee gasten. Ja, ga zitten. Nee, maakt niet uit. Dankjewel. Goed, heren, welkom ook namens mij. Goed dat u er bent, meneer Van Hulten, om met u te beginnen. Net terug uit Parijs, was u campagne aan het voeren? Nee, ik kwam uit Brussel. Ik woon in Brussel, vlak buiten Brussel. En ik breng altijd, als het enigszins kan, mijn zoontje 's ochtends naar school. En dan wordt het wat krapper als de trein een uur vertraging heeft. Zoals nu, dan heb je een probleem. Dus, mijn excuses voor het late begin. Maar ik hoop dat we er nog een mooie discussie van kunnen maken. Geen probleem, we hebben tijd zat. Bent u wel fulltime campagne aan het voeren nu? Hoe zien uw dagen eruit? Op het naar school brengen en van school halen van mijn zoontje na ben ik fulltime aan het campagne voeren. Ja. Ja. En hoe is de stemming in het land? Heeft Nederland een beetje zin in dit referendum? Nou, ik vind het heel opvallend dat dat kennelijk zo is. Want ik was ook betrokken, jij ook geloof ik Jort, bij de campagne in 2005 voor de grondwet. En dat was toch heel anders. Toen waren mensen ook wel voor of tegen. Maar bij voor ging het een beetje tegen heug en meug van, we moeten wel, want rationeel gezien zijn we voor. Maar het ging niet echt met veel passie gepaard. Het tegenkamp was wel met heel veel passie tegen. En nu zie je dat het meer in evenwicht is. Er zijn heel veel mensen hartstikke tegen. Maar er zijn ook heel veel mensen hartstikke voor. En als je kijkt naar de opiniepagina's, tv-programma's, radioprogramma's, ja, dan leeft het, Twitter en Facebook, dan leeft het ontzettend volgens mij. En u merkt een gelijkwaardig enthousiasme aan beide kanten eigenlijk? Nou, dat vind ik lastig om in te schatten. Je bent denk ik altijd bevoordeeld door wat je zelf graag wil zien. Dus ik zie vooral het enthousiasme aan de voorkant. Maar ik ga niet doen alsof het ene kamp wat dat betreft een voorsprong heeft. En kijk, in de peilingen, dat is heel duidelijk, in de peilingen ligt het ja-kamp achter. Ik stel alleen vast dat we minder ver achter liggen dan 2 maanden geleden. En dat vind ik hoopgevend. Want wat zijn de peilingen nu precies? Nou, volgens mij de laatste peiling in de Volkskrant vanochtend was 32% voor, 38% tegen en 30% onbeslist. En ja, dat is natuurlijk voor ons geen goede uitgangspositie. Maar tegelijkertijd is het ook niet hopeloos. Hè. Als je kijkt weer naar 2005, toen lag het ja-kamp echt in deze fase fors achter op het nee-kamp. Dat is nu niet zo. Dus ik denk dat als de meeste mensen gaan pas in de laatste weken echt aandacht besteden aan wat er gebeurt. Die besteden misschien 10 minuten of een kwartier aan de campagne in die hele periode. Dus ik denk dat we nog van alles kunnen doen om te zorgen dat we straks als winnaar uit de bus komen. Oké, helder. Meneer Kelder, even naar u. U was actief voor Geenpeil, althans u zat in het campagnefilmpje als een van de pleitbezorgers dat dit referendum er is gekomen. Daarin sprak u zich uit. Het kabinet lijkt niet erg blij met het referendum. Heeft uw goede vriend Mark Rutte u al wel eens vervloekt de afgelopen maanden dat het zover is gekomen? Nou, ik ga van de week met hem skiën, dus ik denk dat er wel wat sneeuw gaat smelten om ons heen. Maar er wordt nog geskiet in ieder geval. Jazeker. Nee, kijk, daar is hij niet zo kleinzerig in. Volgens mij weet hij ook zelf niet helemaal wat hij vindt, dus dat scheelt dan. Ja, denkt u dat echt? Nou, eerlijk gezegd... Van je vrienden moet je het hebben. Kijk, nee, maar kijk, de VVD is natuurlijk niet heel, laten we zeggen, enthousiast voor. En dan kan je zijn lafheid verwijten. De werkgevers zijn het overigens wel. Hoorde ik vandaag ook weer. Dus, maar Rutte wil daar niet zo'n hele sterke positie in innemen. Ook al omdat het een referendum is. Als hij daar zich zo ontzettend als minister-president kleur in bekent. Ik denk dat hij dan Halbe Zijlstra dat klusje laat klaren. Maar overigens, even, ik praat daar... Je mag het eerlijk weten, ik praat over die hele gevoelige politieke dingen met hem minder scherp, simpelweg omdat het de vriendschap belast. Zo is het gewoon. Ja, dat is begrijpelijk, maar proeft u dus dat hij die gekleurdheid, dus hij durft zich niet duidelijk uit te spreken, zegt u? Dus nou nee, maar de VVD is natuurlijk best eurosceptisch en gewoon wel voor handel, wel zeker voor vrijhandel, maar we zien natuurlijk de afgelopen jaren... Het is een groot verschil met de vorige keer toen het over de grondwet ging. Daar zit een crisis tussen, daar zit een eurocrisis tussen, daar zit een waanzinnige uitbreiding tussen. Daar zitten een paar totale idioten in Frankfurt die een monetair experiment zijn gestart. Er zitten allemaal thema's tussen waar natuurlijk tenminste 50% van die VVD-achterban in ieder geval van als een water voelt. Jongens, dit is niet goed. Moeten we niet doen. En dat ze tegelijkertijd dan voor zo'n vrijhandelsverdrag zijn, daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar hij twijfelt daar zelf natuurlijk in. Als hij het niet zou doen, als hij blind zoals D66 slaapwandelend ravijn in wil, dan zou het nog dommer zijn. Maar toch heeft hij het al getekend. Nou ja, zijn voorganger dus. En, ik bedoel, Balkenende heeft natuurlijk ingezet. En ja, de regering heeft dit getekend, dat kunnen we niet ontkennen. Ja, ja. Daar gaat het referendum over. Kijk, het hele punt met dat referendum is, laat ik eerlijk zijn, kijk, ik kom uit een keurig D66-familietje. Ik zou... Eigenlijk gevoelsmatig, ik schat 80% van de zaal heeft het gevoel, hoogopgeleide mensen, geïnteresseerde mensen lezen krant, wij moeten voor die vrijhandel zijn. We moeten ervoor zijn dat Oekraïne bij onze waardegemeenschap hoort, in plaats van de autocraat Poetin enzovoort. Ik snap dat debat, dus ik zou dat graag willen. Aan de andere kant wordt dat referendum, ja, op dit moment misbruikt om een hele andere vraag feitelijk voor te leggen. Willen wij die uitbreiding van de Europese Unie? En die staat natuurlijk voor Oekraïne wel op de agenda. Dan kan je zeggen, dat is niet aan de hand. Bij de Turk is dat geloof ik ook officieel niet aan de hand, maar het is wel aan de hand. Ja. En daar willen ze het over hebben. Gaan we het zo verder over hebben. We gaan ook even peilen in de zaal zo hoe de stemming ervoor ligt. Daarvoor wil ik nog even van u weten, bent u ook van plan om actief campagne te gaan voeren inhoudelijk voor het nee-kamp? Nou kijk, mijn redacteur Arno Wellens hier van 9to5 zit hier. En die is eigenlijk al 2 jaar lang alleen maar met die eurocrisis en met uiteindelijk als spin-off nu dat Oekraïense verhaal bezig. Wij houden ons alleen bezig met wat is nou het feitelijk effect van zo'n verdrag. Hoe zit dat bijvoorbeeld met de oligarchen die dat land aan het plunderen zijn waar we nu zo voor moeten zijn, waar we handenschundend mee op de foto staan. Die types. Hoe zit het met dierenrechten, met homorechten? Wat betekent zo'n verdrag in de praktijk? En wij hebben... Zeer tegen mijn principe, dus als we hem krijgen toegewezen, stuur ik hem meteen terug, weigeren we hem, hebben we een subsidie aangevraagd voor het neutrale kamp. Dus we hebben gezegd, we willen eigenlijk alleen maar dat het over feiten gaat, want dit debat, Michiel is dat misschien met mij eens, wordt ontzettend demagogisch gevoerd en weinig over feiten. Het gaat over, jullie zijn voor Poetin en wij zijn voor vrijheid. Ja, sorry. Maar u zegt, onzin. We gaan een neutrale campagne voeren, ja. Maar als ik in de linksbovenhoek van 9to5 de website kijk, staat er heel duidelijk stem nee. Hoe neutraal is dat? Dat is niet bepaald neutraal. Dus maar is dan dat subsidie... Maar waar het om gaat, lees dan die stukjes. Het gaat gewoon op het niveau van... vooral op het niveau van financiële malversaties van de elite daar. En dat is heel relevant om te weten. In NRC Handelsblad mogen wij dat bijvoorbeeld niet te lezen krijgen. Of omdat ze te dom zijn, of omdat de halve redactie zelf subsidie aanvraagt om voor het ja-kamp te zijn. Ik weet niet wat het precies is, maar laat ik 1 feit noemen. Toen dat hele nieuwsfeit kwam van meneer Soros, steunt mijn buurman met, ik geloof, 2 ton om voor het ja-kamp te zijn. Nou, dat mag Soros. Ik geloof ook dat Soros daar werkelijk als... nou ja, gevluchte Oost-Europeaan in gelooft. We moeten dat bij West-Europa houden. Ik kan me dat voorstellen. Maar het bericht staat er dan niet in, en dat lees je dus bijna nergens, in ieder geval op mijn site, maar ergens bijna op geen enkele andere plek, in ieder geval niet in de grote Nederlandse kranten, dat Soros een enorm economisch belang in Oekraïne heeft, bijvoorbeeld het staatsolie- en gasbedrijf aan het kopen is. En daar wil gaan fracken. En een van de grote voordelen van dat verdrag voor mensen als Soros, grootkapitalisten als Soros, waardoor u gefinancierd wordt, de rollen draaien zich hilarisch om nu, is om daar gewoon vrij de olie uit de grond te kunnen gaan halen. En dat liefst via een Cypriotische constructie in een belastingparadijs in Amsterdam te vestigen, zodat hij geen belasting hoeft te betalen. Ik ben daar tegen. Okay, ja. Meneer Van Hulten, dat is wel even een flinke uitspraak die meneer Kelder doet. Nou, het is een feit. Niet dat een uitspraak, maar een feit. Is dat een feit, ja, inderdaad? Korte reactie. Ja. Kijk, overal waar George Soros komt en gaat is er controverse. Voor in Amerika is de gevaarlijke linkse extremist die allerlei democratische doelen steunt. Hier is hij nu eventjes de foute miljardair die investeert. Ik denk je moet afrekenen op zijn daden. En wij krijgen 2 ton steun niet van meneer Soros, wij krijgen 2 ton steun van Open Society Foundations. En Open Society Foundations is al tientallen jaren actief, met name in Europa en met name in Oost-Europa. Maar dat is zijn stichting, toch? Dat klopt, dat is zijn stichting, om daar te zorgen voor democratisering, om daar te helpen het maatschappelijk middenveld op te bouwen, om te investeren in betere behandeling van gevangenen, om te pleiten, te vechten voor homorechten. En dat zijn allemaal doelstellingen die wij steunen en die we ook nastreven in Oekraïne. Dus wij vinden het een hele goede zaak dat Open Society Foundations bereid is om op deze manier... Maar dan graag toch commentaar op het feit dat ik dus bijvoorbeeld in NRC Handelsblad niet te lezen krijg dat Soros zo'n groot economisch belang heeft bij dat verdrag. Dat zou bij ieder, als er een wethoudertje bij ons een kop koffie verkeerd declareert, moet die aftreden. Terecht, zeg ik dan. Als meneer Soros zo'n constructie heeft, ik krijg het niet eens te lezen. Als meneer Poroshenko, de president, 1,7 miljard het land uitsluist, terwijl Rutte op televisie roept, ja, we hebben 5,5 miljard handel met Oekraïne. De helft komt meteen via een fiscale constructie het land weer uit. Ik bedoel, daar moeten we wel iets van vinden. En zeker u, uw partij, Partij van de Arbeid, als dat nog zo is, weet ik eigenlijk niet. Uw partij kwam gisteren met een groot verhaal, ja, Google, die betalen te weinig belasting, 2,5 miljard en dat moeten ze terugbetalen. Die gevoeligheid over de westerse fiscale vandalen, het zou voor u pleiten als u die gevoeligheid ook heeft jegens de elite in Oekraïne. Dus ik vecht hier voor de gewone mensen, meneer Van Hulten. Heel goed. Niet voor de miljardairs. Een laatste korte reactie, dan gaan we even de zaal peilen. We komen hier straks nog wel op terug, maar nog een korte reactie hierop. Kijk, het belangrijkste voor ons is dat we transparant zijn over waar ons geld vandaan krijgen. Hè. Daarom hebben we het ook bekendgemaakt. En vervolgens moet iedereen maar zelf uitmaken of ze dat een goede zaak vinden of niet. Wij roepen ook de andere kant om dat te doen. Hè. We weten bijvoorbeeld dat de PVV krijgt geld uit Amerika, uit Israël. Ja. Daar doen ze niet open over. De SP zegt dat ze 1 ton gaan besteden aan deze campagne. Nou, daar geloof ik niks van. Volgens mij moet dat veel meer zijn als ik zie wat er tot nu toe al gedaan wordt. Dus laat vooral het andere kamp ook laten zien waar ze hun geld vandaan komen, halen. Zodat iedereen zelf kan oordelen of ze vinden dat iets kan of niet. En het is niet aan ons, denk ik, op deze bank om dat allemaal uit te gaan spitten. Maar als de pers dat wil gaan doen, en dat doen ze volgens mij deels ook al, is dat alleen maar prima. Wij gaan voor de inhoud, wij gaan mensen vertellen waarom dit verdrag belangrijk is voor Oekraïne, maar ook voor Nederland. Goed, daar komen we zo zeker nog over te spreken. Ik ben even benieuwd nu vooraf. Laten we even een kort klein Maurice de Hondje doen. Een onbetrouwbare peiling. Laten we beginnen met handen omhoog voor wie eigenlijk nog twijfelt of misschien wel geen idee heeft wat hij gaat stemmen op 6 april. Even handen omhoog voor de twijfelaars. Een hele hoop. Dat is de helft ongeveer, denk ik. Ja, een ruime helft zou ik zeggen. Wie is hardgrondig voor, ondanks de feiten die ik u straks ga presenteren? Wie durft er nog nu naar ja te neigen? Dat zijn de D66's. Gefeliciteerd, slaap lekker door. Ja. Oké, goed. En wie neigt er op dit moment naar een nee? Oké, ook zo'n handjevol ongeveer. Nou, dit komt ongeveer een beetje hetzelfde met de Volkskrant-peiling volgens mij. Ja, nou, we zien in ieder geval dat er nog genoeg te winnen is. De Room for Discussion-peiling heeft ook veel te zeggen in de media. Dit gaan we ook publiceren. Nou, volgens mij was die telling niet heel nauwkeurig. Nee, goed, daar komen we nog op terug. Goed, even naar het referendum aan zich. We gaan straks de diepte in en de inhoud onder de loep leggen. Maar meneer Kelder, kunt u misschien uitleggen waarom u zich heeft ingezet destijds dat dit referendum daar komt? Überhaupt? Nou, kijk, het is natuurlijk een oud ideaal van D66, mijn oude partij. Ik stem tegenwoordig Dierenpartij. Dus ik vind het op zichzelf dat wij, en zeker in de moderne tijd, en dat we dat straks, waarschijnlijk gaan we binnenkort kunnen stemmen via DigiD, allerlei veel snellere methodes, dat er directere volksraadplegingen zijn. is goed. Ik vind dit referendum, zeg ik er wel meteen bij, een mank referendum. Het is een hele lastige kwestie, het is een technische kwestie. Het is een verdrag van 380 pagina's, waarvan je niet van kiezers kan verwachten dat ze dat allemaal door gaan spitten. Dus ik vind het op zichzelf een inadequaat referendum voor het middel wat op zichzelf goed is. Maar toch heeft u zich ingezet voor deze kwestie specifiek. Nee, maar dat komt omdat die referendumwet zo in elkaar zit. Dat jij de algemene vraag, die ik veel liever zou voor... Wat ik wil is een parlementaire enquête naar de euro. Hoe kwam het zo en hoe komen we er ooit weer uit? 2, ik wil een referendum gewoon over de vraag aan het Nederlands volk. Die EU zoals die nu in elkaar zit, willen wij dat? Willen we daar verder mee? Wat zijn de risico's en de voordelen voor ons land in welvaart, in welzijn, in allerlei punten? En die vragen kun je niet voorleggen in een referendum. Dat is niet referendabel. Ik heb die wet niet geschreven. Maar dat kan niet. Is het dan niet een beetje flauw dat we eigenlijk dit verdrag gebruiken en over de rug van de Oekraïners een soort breder anti-EU-sentiment gaan peilen? Maar daar gaat het verdrag niet over. Dat ben ik op zichzelf met je eens. Maar wij leven in een democratie waar de grote issues nooit aan bod komen. Dus wat wij hier in dit land altijd doen, is we struikelen van de ene verkrachting naar het andere incident, volksoproertjes. Maar de grote vragen, zoals bijvoorbeeld die Europese Unie, wordt altijd in hele kleine partjes opgeknipt. En je kan zo de handelingen erbij halen van de Tweede Kamer, dat het natuurlijk heel wat uren over is gegaan. Maar de grote wezenlijke vragen, waar in ieder geval grote minderheden in dit land problemen mee hebben, zich ongemakkelijk bij voelen, komen niet op die manier in het politiek debat aan de orde. En dat is zorgelijk. En dat betekent dat er daar zit gewoon een gat in onze democratie en die wordt heel klein beetje opgevuld door dit referendum. Maar dit referendum zal overigens meteen... in het publieke debat gaat het toch genoeg over in of uit de EU? Ja, maar niet in het parlement, bij mij weten. Nou, in het parlement zijn volgens mij genoeg partijen die zeggen... Maar dat wordt overgelaten aan een domoor als Wilders, die ook nog nooit een balans heeft kunnen lezen of wat dan ook. Dus dat zijn mensen die... Dat wordt meteen bij de SP en de PVV in een soort radicaal domme hoek geplaatst. En daar heb je dus niks aan. Iedere 4 jaar hebben we verkiezingen. Dus als mensen echt uit de EU willen... Maar dat is natuurlijk, dit is natuurlijk een halsvraag. Hè. Dus als mensen tegen de EU zijn, dan kunnen ze stemmen op een partij die ons uit de EU gaat halen. Dus daar is iedere gelegenheid voor. Maar kijk, ik vind Bart Nijman van Geenpeil, Geen Stijl heeft gezegd... eigenlijk dondert mij de inhoud niet. Het gaat mij om het principe van de democratie. En dat vind ik eerlijk gezegd een beetje te makkelijk. Hè? Er zijn mensen 2 jaar geleden in Oekraïne, veel jonge mensen ook, die de straat op zijn gegaan om te vechten voor vrijheid en democratie. Allemaal verworvenheden die wij hier gewoon zijn, al heel lang. En om nou even over de rug van die mensen heen nu te gaan bewijzen dat wij een democratisch land zijn, dat het echt maar alleen op deze manier kan, ja, dat vind ik eigenlijk dus... dat vind ik dus eigenlijk niet kunnen. Maar Michiel, daar gaat dat verdrag toch ook niet echt over? Daar gaat dat toch ook niet over? Maar meneer, vindt u het inderdaad niet zonde dat zo'n klein deel van eigenlijk Europa, ongeveer minder dan 1% eigenlijk van de kiesrechter van heel Europa, gaat nu eigenlijk even beslissen of wij voor of tegen het referendum zijn tegenover al die democratisch gekozen nationale parlementen? Sorry, dat snap ik niet. Kijk, dus dat referendum is een raadgevend referendum. Het is aan de regering om te bepalen wat ze daarmee doen. De regering heeft toegezegd dat ze dat serieus nemen. Nou, dan gooien ze het met een serieus gezicht in de vuilnisbak. Dat kunnen ze dus doen. Dus dat moet nog maar helemaal blijken wat ze daarmee doen, wat daar de status van is. Kijk, het is waar, en ik ben het wel met Van Hulten eens. Zoals die jongen van Geen Stijl roept, het gaat eigenlijk, dat hele verdrag kan me niet... Ja, het gaat natuurlijk puur wel over het verdrag, maar daar mag best een andere vraag achter liggen. En overigens de demagogie van, zijn we tegen... Niemand is tegen Europa, daar zijn we onderdeel van, kan er niet uit. Dat kan je op de landkaart zien, kan het niet wegduwen. Ben je tegen de EU, is ook een ongelooflijke simplificatie. Volgens mij gaat het erom, we zitten in een Europese constructie... waar, en dat zien we nu dagelijks om ons heen, nog wel wat aan schort. En de vraag is of je als een soort denderende trein voortgaat, waarbij de hele Balkan nu op de drempel staat om binnen te komen. Oekraïne, Turkije, op termijn. En dat zeggen ze, geven ze nooit toe, zeggen ze, nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar kijk even hoe Erdogan ons loopt te chanteren op dit moment. Uiteindelijk gaat het er wel om. En er zal nooit in Nederland de verkiezing over gaan. Nee, want dan is het een detail in de marge. Dat zeggen ze helemaal niet. De Oekraïners zijn er heel open in. Die zeggen, wij willen lid worden van de Europese Unie. Terecht. Inderdaad, en terecht dat ze dat willen. En ik zou willen dat het kon. En het is een fantastisch compliment aan ons. Zeker gezien alle problemen die er zijn, dat er toch nog landen zijn die dat graag willen en die ambitie hebben. Nou, ze willen maar dus subsidies, maar ze willen niet in de munt. Het is volstrekt niet aan de orde. De Oekraïners waren er zelfs boos over toen er werd onderhandeld over het feit dat in het associatieverdrag met Oekraïne niks staat over een perspectief op lidmaatschap, terwijl dat bijvoorbeeld bij landen als Polen en Tsjechië wel zo was. En ik zou zeggen, zelfs als je tegen de Europese Unie bent, wat ik dus niet ben, dan is het sluiten van handelsakkoorden met landen juist de manier om het wel te doen in de toekomst. Dus juist mensen die een hekel hebben aan de Europese Unie zouden moeten zeggen, fantastisch, samenwerken met een ander land, maar geen bindende afspraken die door een Brussels parlement kunnen worden afgedwongen, waar een commissie bovenop zit. We gaan er zelf daar over. Ik zeg dat ronduit, daar heb jij gewoon een punt, dat is waar. Dus laten we dan iets meer over de inhoud gaan. Maar ik ben ook niet tegen de EU, hè? Dat vind ik ook van een dommigheid. Nee, maar los daarvan of je voor of tegen de EU bent. Dit verdrag, inderdaad, zoals meneer Van Hulten zegt, dit is gewoon een vrijhandelsverdrag. Bent u daarmee eens? Nou, het is veel meer dan dat. Het gaat natuurlijk over allerlei ethische kwesties, over hoe wij met elkaar samenleven. Het gaat over homorechten, dierrechten. Dat is niet alleen een handelsverdrag, tenzij jij een homo als handelswaar ziet. Maar vooralsnog doe ik dat niet. Het klinkt in de media, wordt toch vaak het woord handelsverdrag gebruikt, meneer Van Hulten. Hoezo is dat? En niet inderdaad... Daar heb je geen 340 pagina's nodig. Het antwoord is ja en nee. Het is, als je kijkt naar de inhoud van het verdrag, dan is het hoofdzakelijk een handelsverdrag. Ja, 90% van de tekst gaat over handel. Maar als je kijkt naar het begin van het verdrag, de eerste artikelen, de eerste 21 geloof ik, die gaan over politieke samenwerking. En uiteindelijk is dat voor mij het belangrijkste aan dit verdrag. Want de handel met Oekraïne, dat is belangrijk. Er zijn 45 miljoen mensen in Oekraïne. Naarmate het land weer rijker gaat worden, kopen die spullen en hopelijk ook spullen bij onze bedrijven. Dus dat is goed. We zijn ook een handelsnatie, dus het is een kernwaarde van ons. Ik denk belangrijk is dat wij handelsverdragen sluiten. Maar wat in Oekraïne ontzettend belangrijk is dat er nu zo snel mogelijk stabiliteit komt, democratie, een goed functionerende rechtsstaat, respect voor de rechten van minderheden. En daar zorgt dat eerste gedeelte van het verdrag voor. Want is dat eerste gedeelte, meneer Kelder, is dat niet gewoon een soort standaard wat in al dat soort handelsverdragen... Ze zijn niet letterlijk hetzelfde volgens mij, maar het komt wel... Ja. Maar is dat dan niet ook een soort van voorwaarde om dus die handel te kunnen bedrijven? Nee, prima, maar het is natuurlijk wel een eerste stap naar uiteindelijk... Kijk, als Oekraïne... de doelstelling heeft om lid te worden van de EU, wat ik ze op zichzelf gunnen, wat ik begrijp, zoals Turkije dat ook wil, dan zal uiteindelijk, kijk, wordt dit in feite door een heel ander gevecht, wat hier nog niet ter tafel is gekomen, maar het globale gevecht met Poetin, noem maar op, geopolitieke overwegingen, zullen ze ons uiteindelijk chanteren om er toch in te komen, om in onze invloedssfeer. En daar hebben ze groot gelijk. Het groot verschil, want je noemt nu een paar keer Oekraïne en Turkije in één adem. Dat is een enorm verschil. Turkije is officieel kandidaat lid van de Europese Unie. Ja. Daar zijn we nu al mee aan het onderhandelen. Zijn ze al heel lang. En de vraag is of dat ooit wordt afgerond. Met Oekraïne bestaat er niet zo'n proces. Sterker nog, het hele Oost-Europese partnerschap waar Oekraïne deel van uitmaakt, dat is bedacht om een alternatief te hebben voor het lidmaatschap, voor landen die daar nog lang niet aan toe zijn. Maar dan zeg je zelf al, die daar nog lang niet aan toe zijn. Dat klopt. Dat betekent dat je dus wel die doelstelling hebt. Nee, niet die doelstelling. Ik denk dat je gewoon een moratorium moet afspreken, dat je gewoon even niemand meer erbij laat. Nee, maar dat moratorium is er al. Dat is er sowieso voor 5 jaar. Maar bovendien is er een praktisch moratorium dat als kandidaat lidstaat, om überhaupt kandidaat te kunnen zijn voor het lidmaatschap, moet je voldoen aan een aantal criteria op het gebied van democratie en rechtsstaat, waar Oekraïne nog lang niet aan voldoet. Dus de eerstkomende 25 jaar is een kandidaat lidmaatschap van Oekraïne niet aan de orde. Als dat wel zo is, dan mogen we ontzettend dankbaar zijn, want dat betekent dat Oekraïne inmiddels een democratisch land is geworden met een goed functionerende rechtsstaat en een markteconomie, et cetera. En misschien willen we ze dan erbij hebben. Dat zou prachtig zijn, ja. Maar voor u wordt het dan dus eerder een soort EU-vraag, want u zei er net van ja, ik wil gewoon überhaupt niet meer landen. Nou, kijk, laten we eerst even op dat verdrag. Wat denk ik het grootste probleem is van dit verdrag, als ik daarnaar kijk. Ik noem 2 punten. 1 is het punt, neem bijvoorbeeld het dierenrecht. Het is niet verbazend dat de Partij voor de Dieren hier tegen is. Hoe komt dat? Gaat u maar eens vragen bij de kippenboeren in Barneveld, niet mijn grootste vrienden als vegetariër, heb ik niks met die mensen. Maar wat je dus op dit moment ziet, is dat er een enorme import van inferieur vlees uit Oekraïne op gang komt. Leuk voor die mensen dat ze wat te eten krijgen. Hoe weet u dat het inferieur vlees is? Omdat zij niet aan onze standaarden voldoen, aan onze dierenrechtenstandaarden, aan onze kwaliteitsstandaarden voldoen. En die zijn al behoorlijk laag hè, in Nederland, wat mij betreft. Maar goed, dat zijn wetjes die wij in de Europese Unie gelukkig hanteren. En er wordt er gezegd, zo'n land, we hebben alvast getekend, ga alvast lekker exporteren. Je ziet dus die exportcijfers, de importcijfers vanuit Oekraïns vlees zie je toenemen. Dan kan je zeggen, dat is prima, want dan kunnen ze hun economie opbouwen. Maar op zichzelf is het natuurlijk terecht dat je zegt, ik heb daar kanttekeningen bij, ik wil dit niet. Ja, want wij moeten niet onze standaarden verlagen. Maar dat we onze standaarden gaan verlagen. Nee, kijk, en dan kan je zeggen in dat verdrag, want het is 380 pagina's. 323. Het is heel veel goede bedoelingen, dus we gaan erover praten, we gaan in dialoog, we gaan kijken naar nieuwe standaarden, maar er zitten eigenlijk weinig sanctiemiddelen in. Ja, maar dus gaan zij nou echt naar ons niveau toe? Ja, er staat inderdaad... Ik heb hetzelfde artikel van Arno Wellens wat u aanhaalt gelezen. In artikel 59.1b over leven en gezondheid mens, dier, natuur, de wettelijke bepalingen van Oekraïne aan te passen aan die van de EU. Ja. Dat is toch een heel harde gewoon uplift van de Oekraïne. Ik moet even zien dat dat gebeurt. Voorlopig gebeurt dat dus niet. En voorlopig komen er dus massa's van dat inferieure vlees Nederland in. En ik vind dat je dat niet goed moet vinden. Ze mogen het gaan doen als ze aan onze standaarden voldoen. Dan zijn ze helemaal welkom wat mij betreft. Alleen daar voldoen ze nu niet aan. En dan is het heel raar om te zeggen, begin Jort, maar vast met je rotzooi te importeren. Uit geen enkel land mag je hier voedsel importeren dat niet voldoet aan de Nederlandse regels en waar. Dat is gewoon een feit. Dat voedsel mag gewoon Nederland niet binnenkomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet soms uit Spanje vergiftigd voedsel komt, of uit Engeland, of zelfs uit Oekraïne. Maar de regels die van toepassing zijn, zijn de Nederlandse regels, niet de Oekraïnse regels. Nee, maar het is een feit dat het Oekraïense vlees hier nu onze markt aan het overspoelen is. En dat is inferieur vlees op zeer dieronvriendelijke wijze geproduceerd. Helder, dat punt is gemaakt. Ik wil nog even terug naar dat... maar het is wel van belang, want wat je dus doet, je tekent een contract en je zegt, we beginnen alvast. Ja. Dat punt is duidelijk. Ik wil nog even terug naar dat lidmaatschap, wat net genoemd. Dat u zei dat het daar wel heel erg naar neigt. En als je dat niet ziet, dan ben je enigszins naïef. Maar het gaat mij erom, vergelijk het nou eens met een associatieverdrag van Turkije. Daar hebben we al sinds 1963 een associatieverdrag mee. Tot op de dag van vandaag nog geen lid. Nee, dus leidt het wel versnellen, omdat Merkel je ook verkoopt waar je bij staat. Dus dat is natuurlijk wel gaande nu. We worden daar volledig gechanteerd door. Maar hoe lang is dat al gaande dan? Daar heeft Erdogan ook groot gelijk in. Ja, dat is al heel lang gaande. Maar dat betekent niet dat nu door de vluchtelingencrisis die zaak niet in een versnelling komt. Moet je even uitgangspunt, want laat ik nou niet als een soort PVV op die bank. Ik vind het fantastisch als de Turken en de Oekraïners erbij kunnen komen. Alleen ik denk dat het in de huidige fase van de EU, waarin we zo onvoorstelbaar veel instabiliteit hebben aan alle kanten, cultureel, maar zeker ook financieel. Dat lijkt een beetje weg, die discussie, maar die komt keihard terug. Het is ook niet heel Zuid-Europa is gewoon technisch failliet en die krijgen we dus nog. Daar gaat dit verdrag niet over en het gaat de referendum niet over. Kijk, Frankrijk heeft gezegd, voordat Turkije toetreedt tot de Europese Unie, houden wij een referendum. Heeft Frankrijk al gezegd? Nou, dat kunnen wij ook zeggen, dat we dat doen. Maar dan kunnen we het dus nu hebben over dit associatieverdrag, wat over handel gaat en politieke samenwerking, hoeven we het niet meer te hebben over die uitbreiding. Ja, want Jort, als je dat zo dwars zit, waarom dacht je dan niet tot die toetreding om dan pas een referendum te steunen? Waarom dan nu al? Dat kan dus alsnog, en kennelijk gaan de Fransen dat ook al doen. Is dit dan niet voorbarig? Nee, zeker niet, want het is wel een moment voor Nederland om even op de rem te trappen. Gewoon te zeggen, oké jongens, laten we nou even nadenken. Moet je ook bedenken, dit is natuurlijk in 2009 ingezet in een andere tijd. En ik steun die mensen op dat Maidanplein. Ik vind het allemaal prachtig. Ze mogen er voor mij cultureel helemaal bij horen. Maar om je in zo'n verdrag te storten waarbij een aantal artikelen boterzacht zijn... en dat is dus het belangrijkste punt wat ik heb, want ik vind het een zwaar moreel punt. En ik verwacht dat Michiel van Hulten mij daarin steunt. Dat je dus een volkomen corrupte elite hebt die daar in een verdrag... Die tekenen, dus moet je je voorstellen hoe cynisch. Die tekenen een verdrag, dat staat vol met passages over fiscale transparantie en het uitbannen van corruptie. Dat doet meneer Poroshenko op het moment dat hij zijn eigen snoepimperium dus even fiscaal onderbrengt op Cyprus en Nederland. Die geweldige handelsstromen met Oekraïne, waarvan ik hoop hoor dat ze stijgen op termijn. Ten beide voordeel hopelijk. Die geweldige handelstroom bestaat voor de helft gewoon uit fiscaal vluchtkapitaal. Dat doen ze via Cyprus, omdat Cyprus in die eurozone zit binnen dat eurogebied. En als je dat dus analyseert, dan denk je, moet je nou voorstellen dat wij een land met zo'n corrupte leiding, waar het kabinet ook zeer wankel nu is vanwege die corruptiediscussies. Waarom zouden wij met onze standaarden dat nu doen? Laten ze dat nou eerst eens oplossen. En ik vind niet dat je de goedwillende mensen van het Maidanplein laat vallen door dat nu aan te pakken. Je doet namelijk precies het tegendeel. Door Poroshenko en die oligarchenkliek te geven wat ze willen, kunnen ze lekker doorgaan op deze weg. Ik moet zien dat wij dit in de hand krijgen. Meneer Van Hulten, geven wij die oligarchen nu eigenlijk gewoon die corrupte politici, zijn wij die door dit verdrag aan het steunen? Er is daar absoluut een heel groot probleem met corruptie. Ja, wat ga je er dan doen? Absoluut. En als je kijkt naar waar Oekraïne staat op de ranglijst van Transparency International, de grote anticorruptieorganisatie, daar staan ze bungelen ze ergens onderaan. Ze zijn 15 punten gestegen, ze zijn nu beter dan Nigeria. Maar juist Transparency International heeft deze week gezegd, wij steunen dit associatieverdrag omdat het helpt dit probleem aan te pakken. En de vraag is dus, De vraag is dus niet van is in Oekraïne alles perfect en gaat het goed? Nee, het gaat niet goed. Maar daarom hebben we juist die afspraken in het verdrag om die problemen aan te pakken. En de enige manier om dat te doen is te zorgen dat er bindende afspraken zijn waarmee de mensen die in Oekraïne ook willen hervormen, en dat is het gros van de bevolking, de 90% van de Oekraïners die geen geld heeft, die 90% die willen graag onze regels gebruiken om die oligarchen aan te pakken. Ja. Dus maar laten we even kijken wat er precies staat. Als dat zo zou zijn, dan zou ik je daar... Laten we even precies kijken wat er staat op dit punt. Want we gaan inderdaad nogal wat geld overmaken naar een corrupte toplaag van een land. Als we even kijken naar artikel 453. Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en instrumenten voor financiering. De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Ja. Dit betekent toch gewoon dat we hoorders belastinggeld van een Nederlandse burger gaan overmaken naar een corrupt land? Dat is toch zo? Ja en nee. Een deel van het geld... Ja, ja of nee is dan eigenlijk de vraag, ja en nee. Ik geef een eerlijk antwoord. Ik ga hier niet zitten doen alsof het allemaal perfect is. Want als alles perfect was met Oekraïne, dan zouden we ook niet zitten vandaag. Dan zou het gewoon een lid van de Europese Unie zijn, net als Duitsland of Italië of Spanje. Maar het is een land waar enorme problemen zijn. Het is een land dat ligt als een soort buffer tussen de Europese Unie en Rusland. Ja. Het is een land waar de Russen zijn binnengevallen, een deel geannexeerd hebben, een deel nog steeds strijd voeren via marionetten in een klein deel van Oost-Oekraïne. Het is een land dat graag bij het Westen wil horen, graag onze westerse normen en waarden wil overnemen. En een land met hele grote problemen. En er is inderdaad geld ter beschikking gesteld. Dat geld komt trouwens niet door dit verdrag ter beschikking, want dat geld is al ter beschikking gesteld ook na de revolutie. Ja, gewoon via de bestaande afspraak in Europa, waar gewoon Nederland ook mee heeft gedaan, ook ja heeft gezegd. Omdat wij vonden dat Oekraïne na die revolutie in 2014 behoefte had aan hulp om het land weer op te bouwen. En een deel van dat geld zal ongetwijfeld in verkeerde handen terechtkomen. Ja, dat is absoluut. Net als met ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp belandt ook voor een deel bij dictators en bij oligarchen in arme landen. Maar een heel groot deel belandt ook bij de mensen die het nodig hebben. En daar moeten we dus op focussen. En met het verdrag zorgen dat zoveel mogelijk van dat geld in de juiste handen terechtkomt. Daar heb je geen enkele garantie op. Nee, ik ben heel veel benieuwd nog aan meneer Van Hulten. Wat betekent dit verdrag nou voor het aanpakken van de corruptie in Oekraïne? Ja, daarom moeten we het niet doen, maar het probleem is dus, bekijk het alternatief. Het alternatief, als we zeggen van geen associatieverdrag, geen financiële steun van de Europese Unie, dan valt daar alle steun voor de hervormingen, die valt daar weg. Dan heeft het kabinet geen enkele reden meer om te zeggen tegen die bevolking van, zie je wel, we moeten dit doen omdat het dan dat perspectief is. Dan laten we ze vallen, dan ontstaat er een nieuwe ruimte voor Rusland om nog verder invloed te nemen in dat land. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik vind dat we die Oekraïners gewoon niet in de steek mogen laten. En dan ga ik toch weer terug naar die mensen van de Maidan-revolutie, de mensen die ook nu ons constant bellen en mailen van, jongens, alsjeblieft, we zien de peilingen, doe wat aan, dit is de toekomst van ons land. We moeten vooral kijken naar die jonge generatie. Mensen die helemaal geen geschiedenis hebben van corruptie of rijkdom die op illegale manier verkregen is. Nee, gewoon jonge mensen, studenten, ondernemers die nu bezig zijn in de ICT-industrie, in de landbouw, vliegtuigbouw. En die graag willen dat Oekraïne een modern, gezond, democratisch land wordt. Dat is duidelijk, maar ik heb nog steeds nu niet... Dat is wat als het niet gebeurt. Maar wat gaat dit verdrag nou concreet doen aan die corruptie in dat land als het wel er is? Ja, dit verdrag zorgt ervoor dat Oekraïne verplicht is om inspanning te nemen op het gebied van corruptie. Ja. En er zijn ook, dat vraag je dus aan meneer Poroshenko die net zijn geld het land uit heeft gejast. Ja. Het is natuurlijk niet afdwingbaar in de zin dat wij kunnen zeggen van jullie moeten dit doen. Maar we klagen hier al genoeg over wat Brussel ons oplegt. Dus ik denk ook niet dat je zo'n relatie met Oekraïne wil. Ze moeten het zelf doen. Het is hun probleem. Zij moeten het zelf doen. Ja, maar Michiel, en wij komen het helpen los. En er zijn al enorme stappen gezet op het punt van corruptiebestrijding. Nee, maar oké. Want ik geloof in je goede bedoelingen. En dat is die pijlloze naïviteit die ook voor je karakter pleit. Je bent zo oud met een gezin en dan nog zo naïef. Op zich is dat lovenswaardig. Als je kijkt naar... De elite die er nu zit. Als je nou zou zeggen, ik wil de goede mensen steunen, even los van het feit van de discussie of dat land wel zo'n eenheid is, of dat Maidan, want er zijn ook Russisch sprekers, ook mensen die er anders over denken, maar goed, het is niet mijn land, dat moeten ze zelf doen. Die mensen moeten zichzelf bevrijden, die moeten zelf de macht grijpen in dat land en de corruptie uitbannen. Wat je nu doet is dus 16 miljard vanuit de IMF, waar grote twijfel over is, maar het IMF is ervoor opgericht ooit. En toen vervolgens heeft de EU ook nog eens een keer gezegd, doen wij er ook nog even 11 miljard bij. Dat komt inderdaad rechtstreeks via Cyprus weer bij ons op de Zuidas terecht. Leuk dat onze advocaatjes en notarissen een beetje werk hebben, maar het is natuurlijk niet waar dat geld voor bedoeld is. En kun je dat niet weten? Ik weet dat het technisch lastig... Nee, even... Nee, maar u heeft natuurlijk ook geen bewijs lastig, dat maar... al dat geld van die 16 miljard en die 11 miljard van de EU allemaal naar Cyprus verdwijnt. Daar heeft u ook geen cijfers van. Jawel, die heb ik wel even benieuwd. Waar zit... Nee, maar dat zeg je nou, maar die hebben we toevallig wel. Lees die site gewoon. Als je nou bijvoorbeeld de rijkste man van Oekraïne, die heeft net 2,2 miljard het land uitgesluist naar Cyprus. Okay, dat zijn die divisies die binnenkomen, goed, die met een omhaal... Nee, maar dat zijn gewoon feiten. Ja, dat is goed. Ik heb niet van iedere Oekraïner zijn bankrekening, dat kan ik niet hebben. Maar waar het mij dan om gaat is, want ik heb helemaal niet zo'n zin om hier in het blinde tegenkomen, dat pas ik helemaal niet. Ik zou het liefste hebben dat we dat verdrag op een aantal punten aanscherpen, dat we een aantal dingen duidelijker maken, dat we corruptie uitbannen, dat we dierenrechten beter borgen, dat we homorechten echt borgen in plaats van een beetje goede bedoelingen zonder echt een harde termijn of een harde sanctie erop. Laten we dat dan doen. En ik snap ook wel dat in de techniek van zo'n referendum en dat hele ding, want die trein die is al lang vertrokken en dan gaan wij nog eens een keer zeggen kom terug. Ik snap dat dat technisch lastig is. Dit staat allemaal in het verdrag. Het lijkt alsof je het niet gelezen hebt. Dit staat allemaal in het verdrag. Zeker wel. Wat er niet in het verdrag staat... Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, wat er niet in het verdrag staat is dat Brussel de wetten van Oekraïne schrijft. Nee, dat moeten de Oekraïners nog steeds zelf doen. Ja. Daar kunnen ze ook niet toe verplichten. Dat moeten we volgens mij ook niet willen. Daarom moeten we ook geen 11 miljard sturen. Maar het idee dat je het door het verdrag nog een keertje uit te stellen en nog een keertje aan te passen... Dat kan ook niet. Dat je daarmee... Ja, maar daar pleit je voor. Maar het is het enige wat je kan doen op dit moment om op de rem te trappen, om enig verstand in die politiek terug te brengen. En jij wil gewoon doordenderen als een kip zonder kop. Ga een keer op Cyprus kijken, ga even kijken waar dat geld staat en stop dan met zeuren over de fiscale constructies van Google. Ik ben vooral in Kiev wezen kijken en als ik in Kiev kijk, dan zie ik een land wat smacht naar orde, naar rust, naar democratie, naar rechtsstaat en een jonge generatie die zich daar keihard voor inspant. Ja, moeten we absoluut steunen. Doe dit alsjeblieft. Ja. Een homobeweging die een open brief schrijft naar de Nederlandse homobeweging. Steun alsjeblieft het verdrag. We hebben dit verdrag nodig. Het is geen stap achteruit, het is een stap vooruit. Het is misschien niet perfect, maar het geeft wel een enorme zet in de rug voor de mensen die dat land willen veranderen. Dus meneer Van Hulten zegt, de Oekraïners willen dit zelf. We hebben het over de economische aspect gehad. Nou, de Oekraïners, dat lijkt mij wat. Goed, oké, meerderheid. Dat is volgens mij ook een feit. Weten we niet. Laten we nog eventjes kijken naar meneer Van Hulten. Ik ben nog benieuwd of Oekraïne nou ook eigenlijk een veiliger land van dit verdrag wordt. Ja, nou, ik denk het wel. We zien allemaal waar Rusland mee bezig is. Op dit moment voornamelijk in Syrië. Eerst was het Oost-Oekraïne, hoewel in Oost-Oekraïne ook nog steeds strijd woedt en ook weer oplaait. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij een heel duidelijk signaal geven... Dat een land als Oekraïne, net als ieder ander land, vrij moet zijn om zijn eigen toekomst te bepalen. En de bevolking van Oekraïne heeft gekozen voor een toekomst gebaseerd op Europese waarden en normen. En ik denk dat wij die keuze niet alleen moeten respecteren, maar ook moeten ondersteunen. En de beste manier om dat te doen... is om ze te ondersteunen bij het opbouwen van dat democratische land waar ze van dromen. Als wij nu de steun terugtrekken uit Oekraïne, dan is het signaal voor Poetin dat hij zijn gang kan gaan. En dat hij overal in Europa als een soort pionnetjes met landjes kan spelen. Want het is zogenaamd zijn invloedssfeer. Landen die tegen Rusland aanleggen, daar gaat Rusland over. Daar gaan die landen niet zelf over. Maar claimen wij niet precies hetzelfde als de Europese Unie? Nee, dat denk ik niet. Want dat zijn landen die er zelf voor gekozen hebben. Kijk, in 2013, voordat het Associatieakkoord in werking trad of voordat het getekend werd, was er in Oekraïne steun voor zowel een associatieakkoord met de Europese Unie als een handelsverdrag met de Russen. Ze wilden dat graag allebei. Nou prima, en de Europese Unie was er ook helemaal niet tegen, kan je ook helemaal niet tegen zijn. De Russen waren wel tegen dat ze dat met ons deden. Ja, dan denk ik toch dat je de keuze van de Oekraïners moet respecteren. Maar als de Oekraïners zouden zeggen, wij willen niks met Europa te maken hebben, nou prima, dan zoek je het maar uit met je Russische buur. Maar kijk het even vanuit Russisch perspectief. We zeggen altijd, we hebben het altijd een grote mond over de expansiedrift van Rusland, daar hebben we het altijd over. Maar eigenlijk hebben wij toch als Westen na de val van de muur beloofd, we gaan die NAVO en EU-grenzen niet verder naar het oosten opschuiven. Snapt u niet enigszins dat hij zich ook in het harnas voelt gejaagd, omdat wij eigenlijk wel precies die grens aan het opschuiven zijn? Dat snap ik niet. Het gaat ook om een handelsverdrag. Het gaat niet om het neerzetten van NAVO-troepen aan zijn grens. Dus we moeten ook niet te veel meegaan in die propaganda. Er zit ook een militair stuk in het verdrag. Er zit een stuk in, er zit een paragraaf in, waarin wordt gesproken over het onderzoeken van mogelijke militaire samenwerking. En ook dat, dat betekent dus dat het op basis van dit verdrag niet kan gebeuren. Daar heeft Nederland vetorecht, net als alle andere lidstaten van de Europese Unie. Maar bovendien is het ook niet onlogisch dat je in zo'n verdrag daarover spreekt. Want het is een land dat ligt in een zeer instabiele regio, waar de Russen iedere dag het luchtruim van de Baltische Staten schenden, waar de Russen Georgië binnenvallen. Dus het is logisch dat ze zeggen van we praten ook over veiligheid en stabiliteit. Hè, we moeten over naïef toen gesproken. Ik bedoel, er is gewoon een grote dreiging. Er zijn heel veel problemen in, sowieso om Europa heen. En dan moet je ook militair samenwerken. Dat betekent niet dat je tanks aan de Russische grens gaat zetten. Dat betekent dat die generaals in een zaaltje met elkaar gaan zitten om te praten over hoe je zo'n land het beste veilig kunt houden. Dus het zou alleen op kennisdeling gebaseerd zijn? Of nou, gaan we uiteindelijk misschien ook toch Europese soldaten... Zoals het in het verdrag staat, er staat militaire en technische samenwerking, onderzoeken. Nou, dat kan van alles zijn, maar wat het belangrijkste is... dat kan er niet komen op basis van die paragraaf in dat verdrag. Dat kan van alles zijn, dat is toch best een gevaarlijke uitspraak. Het is een beetje wat Eisenhower in Vietnam deed eind jaren 50, kan gebeuren. Joh. Goed, dus we gaan even kijken of we wat assistentie kunnen sturen en dan zien we wel in welke wespennest we gaan. Maar kijk, wat hij nou zegt is interessant. Ja, nee, is het ook zeker. Maar als je iedere keer zegt van ja, we tekenen nu dat verdrag, maar dan kunnen we later nog nee zeggen hoor. Dan hoef je ook geen verdrag te gaan tekenen nu natuurlijk. Hè. Dus denk nou eerst even na voordat je dat soort passages accordeert. Nee, maar dan begrijp je gewoon niet hoe het werkt. Maar ik vind dat je toch... Kijk, ik zal de laatste zijn om een engert als Poetin te verdedigen. Een van de laatste dictators op ons continent. Maar aan de andere kant lezen jullie het Russische belang ook wel heel slecht. Ik bedoel, het heeft altijd in de Russische... Nou, bijna altijd in de Russische invloedssfeer gezeten. De manier waarop de NATO en de EU daar tekeer is gegaan... ook op dat Maidanplein, Hans van Balen en Verhofstadt... heeft natuurlijk wel een soort kruid in een, hoe noem je het, een vlam in een kruidvat teweeggebracht. En dan kan je altijd zeggen, ja, de Oekraïners, maar zo'n eenheid is er ook niet in Oekraïne. Ik kan me niet voorstellen dat Poetin bang wordt van Balen en Verhofstadt, eerlijk gezegd. Nou, ik hoop het niet. Dat schat ik ook niet in van Poetin. Maar wat er wel gebeurd is, we hebben daar een ontwikkeling in gezet en de gevoeligheid van de Russen voor de NATO, dat kunnen wij zeggen is irrationeel, maar die is er. En wij hadden daar, dat hadden we diplomatiek best iets beter kunnen lezen. De Amerikanen chanteren de hele boel met hun troep in de Baltische Republieken, omdat Poetin eraan komt en Poetin reageert daarop. Dus ik zal niet de kant van Poetin kiezen, maar om nou te zeggen van in zijn gebied waar heel veel Russisch sprekenden zijn, in zijn invloedssfeer heeft hij niks te zeggen, dat kan je ook niet stellen. Hij zal wel verdomde blij zijn met een nee vanuit Nederland. Dit is eigenlijk de keuze die Poetin wil, toch? Ja, maar jongens, maar laten we nou eerlijk zijn, maak dat referendum nou niet zo groot. Dit is toch eigenlijk alleen maar... Je hebt er zelf voor gepleit dat het er komt. Jazeker, maar het is toch een raadgevend referendum waarin je aan de regering zegt, jongens, stap op de plaats, hou nou even op met in iedere keer een ander verdrag en in iedere andere constructie voor de EU te stappen, willen we niet. Dat is het enige wat je ermee zegt. En dan moet Rutte maar even kijken wat hij daarmee doet. Is dat waar het u echt om toe doet? Ja. Eventjes de regering zeggen, eventjes calm down. En voor de rest maakt en ik vind dat zeer functioneel, omdat er in onze democratische rechtsstaat op dit moment niet zoveel andere middelen zijn. En wat er zal gebeuren met dat referendum vindt u uiteindelijk... dan toch belangrijk om uitspraken over... of het nou Rusland of de economische aspect of de kapitaalvlucht, om daar dan ook al die uitspraken over te doen is. Terwijl het u eigenlijk, het belangrijkste wat u vindt, is dat eigenlijk de regering of het parlement eigenlijk eventjes een halt toeroepen. Gaat het nu echt om dat associatieakkoord of om even de regering op de halt zetten? Eigenlijk, ik ben eerlijk daarin. Ik vind het de grotere discussie over de EU-uitbreiding... over het project Europa wat als een blinde man doordendert, dat vind ik een veel relevantere kwestie dan het verdrag op zichzelf. Kan je zeggen dat is onheus, mag je niet doen met een referendum, nou dan motten maar. Oké, en nog even over dat middel. U noemde het net een pareltje, een D66-parel, een referendum op zich. Een goed idee dus, volgens u. Ja. Dat verbaasde mij eerlijk gezegd nog, want waar komt dat vertrouwen in die burger dat hij zo'n moeilijk, complex, technisch geschreven, juridisch geschreven verdrag wel even snapt, dat hij weet waarover die stemt straks? Nou, volgens mij krijgen we een hele staatscommissie die naar het functioneren van onze parlementaire democratie kijkt. Dat er behoefte is in ons land aan... meer raadplegingen, op een andere manier met je volk praten, dat lijkt mij duidelijk. En ik denk dat wat hier gebeurt, omdat, en ik bepleit dat zelf feitelijk nu, dat het referendum oneigenlijk wordt aangewend, zal het middel uiteindelijk ook vernietigen. Er gaat natuurlijk iets gebeuren. Je ziet het alleen al met die subsidiegekte, waar je voor een playroll een halve ton subsidie krijgt. Weet je, daar gaat de wal natuurlijk het schip keren. Maar op zichzelf dat we ergens een, laten we zeggen, dat ventiel van de samenleving, die onrust in de maatschappij ergens een uitweg moeten geven die kennelijk in het gewone parlement niet helemaal werkt. Nou, dat is toch goed? Ja, ik vraag het ook, omdat u in het verleden heeft u nog wel eens gepleit ten eerste voor censuskiesrecht, maar nog interessanter in deze kwestie voor een kiezersexamen. En dat ging eigenlijk om een soort basiskennistest voor iedere stemgerechtigde burger, om te laten zien dat je genoeg kennis in huis hebt van politiek, van economie, om te mogen stemmen. Als ik u even mag quoten letterlijk, wie te lui of te dom is om over enige basiskennis van democratie, economie en maatschappij te beschikken, krijgt geen stembiljet. Bij rijbewijzen vinden we dat heel gewoon, maar op de snelweg van onze inmiddels onbestuurbare democratie mag iedereen blind invoegen, aldus Jort Kelder op 3 juli 2010 in het NRC. Hoe rijm ik deze Jort Kelder met iemand die nu voor een referendum pleit over zo'n complex stuk? Ik ben het er nog helemaal mee eens, want ik vind het ook prima. Is dat niet tegenstrijdig dan? Nee, maar nou, dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het natuurlijk niet. Je kan toch gewoon aan mensen die straks voor dat referendum... Dat je dus een kiezersexamen daarvoor doet en daarna mag je naar het referendum. Ik vind dat prima. Dus eerst gaan we testen of iedereen dit gelezen heeft en dan is het een goed middel. En dat andere punt, dat zou ik op de economiefaculteit moeten bespreken. Ik vind dat alleen mensen die belasting betalen over het besteden van belastinggeld mogen praten. Ja, sorry. Vind ik ook. Mag ik er ook op gaat nooit gebeuren hoor. Maar reactie? Ja. Nee, ik vind het wrang en zelfs schandalig als Oekraïne wordt gebruikt om hier een soort lesje democratie te geven aan Den Haag. We hebben volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen, laten we die daarvoor gebruiken. Maar waar ik het niet mee eens ben, of waar ik het denk ik eens ben met Jort, is dat het wel een goede zaak is dat dat referendum er komt. En ik hoop ook dat iedereen, en met name aan de voorkant, want daar vindt de meeste discussie plaats, nou ophoudt met zeuren over de vraag of dit referendum er nou wel of niet had moeten komen. Na 6 april kunnen we weer inhoudelijke, intellectuele discussies voeren over de vraag of referenda een goede zaak zijn of niet. En of ze over dit soort verdragen gehouden kunnen worden. Ja, maar nu, we hebben een referendumwet. Dit referendum is er op democratische wijze gekomen. Nu moeten we ook met z'n allen democraat genoeg zijn om de discussie aan te gaan en gewoon allemaal te gaan stemmen op 6 april. Of je nou voor of tegen bent, of dat je het stembiljet wil verscheuren, allemaal prima. Maar we hebben een referendum, die referendumwet is van ons allemaal en we moeten gewoon gaan stemmen. Goed, duidelijk. Dan gaan we zo op door. Dan gaan we even de scenario's beschrijven. Wat zijn nou de gevolgen van een potentieel ja, een potentieel nee en misschien wel een opkomst die niet gehaald wordt? Ik kijk even naar Emily. Zijn er nog publieksvragen tot nu toe? Heeft er iemand een inhoudelijke vraag, nog een laatste vraag over debat of referendum, voordat we naar scenario's gaan? Nee, dan gaan we door. Laten we even beginnen met het eerste scenario, dat het opkomstpercentage wat gehaald moet worden. Dit is een raadgevend referendum. Als er geen 30% opkomst is, dan is het überhaupt niet geldig. Bent u dan eigenlijk blij, want dan gebeurt in feite hetzelfde, dat het verdrag alsnog in werking treedt. Bent u dan blij als de opkomst niet wordt gehaald? Nee, dan ben ik niet blij, want dan heeft onze democratie gefaald. Met z'n allen hebben we dan gefaald. Want we vonden het kennelijk allemaal belangrijk dat er een referendumwet kwam. Want er heeft onze Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben daarvoor gestemd. Mm-hmm. En dan de eerste keer dat we een referendum houden, op basis van bijna 500.000 handtekeningen, dat is nogal wat, zeggen we allemaal van ja, weet je wat, eigenlijk doe toch maar niet. Nee, dan hebben we met z'n allen gefaald, dus dat zou ik niet goed vinden. Ziet u dat ook zo, meneer Kelder? Ja, kijk, als die 30% opkomst niet gehaald wordt met zo'n toch zich ontwikkelend fel debat, dan is eigenlijk dat hele middel dood. Dan gaat het gewoon niet meer lukken. Okay. Ik denk overigens dat het heel lastig wordt om het te halen. En ik vertrouw de peilingen in die zin ook helemaal niet. Waarom? Omdat traditioneel bijvoorbeeld keurige CDA'ers, oudere mensen gaan altijd stemmen in dit land, want die denken dat dat mot. Maar die zullen in dit geval een twijfel hebben. Ik weet niet eens waar het CDA precies staat. Die zullen wel voor het referendum. Maar er zit toch ook veel twijfel aan de kant van Omtzigt en alles. Ja, maar er zit in die achterban, die ook een beetje tegen die VVD aanschurken, zit best wel twijfel. Dat is 1. De mensen die volgens die enquêtes heel erg tegen dat verdrag zijn, dat vind je sowieso veel in SP en PVV-kringen. En zoals u weet, als het regent, gaan die niet stemmen. Dus ik weet niet wat er op 6 april het weerbericht is, maar dat kan een enorme factor zijn. Dus de brave burger, de hoogopgeleide brave burger gaat stemmen. Ja. Als die gaat stemmen, zal die waarschijnlijk in meerderheid voor dat verdrag stemmen. Okay, omdat ze het idee hebben dat ze daarmee verstandig bezig zijn. Dat zijn ze niet, maar dat geeft niet. Maar zo gaat het. Mochten we het niet halen, die 30%, het hele houden van een referendum kost 30 miljoen nu. Is dat dan verspild? Ja, maar ik kan nog wel een andere paar potjes noemen die ook verspeeld worden met meer dan 30 miljoen. Oké. Dus, ja, laten we doorgaan naar het ja-scenario. Stel, er komt een ja uit, dan wordt het automatisch overgenomen. Niks aan de hand. Wat merken we ervan? Business as usual? Ja, dan treedt het verdrag in werking en dan gebeuren alle mooie dingen waar ik het over gehad heb. En wat zijn nou de eerste dingen die we wellicht in Nederland zouden kunnen gaan merken? Want er wordt natuurlijk ook door Rutte, de regering, gezegd van het gaat Nederland een hele hoop opleveren. Wat zijn nou die eerste dingen die we van dit akkoord zouden kunnen opleveren? Nou, ik denk dat heel concreet dat we het eerste wat we gaan zien is meer handel. Dus Nederlandse bedrijven krijgen nieuwe kansen om in Oekraïne te investeren. Er zijn ook heel veel bedrijven die dat doen. Dus we zullen meer handel zien tussen onze landen. Dat zal geleidelijk aan toenemen. Dat zal echt niet van de ene dag op morgen zijn. Ja. Maar dat is de eerste concrete stap. De tweede ding dat we gaan zien, dat Oekraïne op het punt van bijvoorbeeld mensenrechten, bijvoorbeeld homorechten, bijvoorbeeld werknemersrechten, langzaamaan naar ons toe gaan groeien. Ik help het je hopen, dat zou op zich prachtig zijn. En die handel, overigens de grootste handelspartner van Oekraïne is op dit moment dus Cyprus, eerder genoemd. Kunnen we weglachen, maar is wel een pijnlijk feit. En de tweede is Nederland, maar dat komt door diezelfde fiscale constructie. Dus dat is so far voor de handel. Oekraïne is als land, met al die tientallen miljoenen inwoners, kleiner dan de provincie Noord-Holland. Dus het stelt in die zin niks voor, maar het kan misschien iets worden, dat zou goed zijn. Ik denk inderdaad, ik ben in ieder geval blij dat ik geen Oekraïense kip ben. Die gaat binnenkort hier komen zonder hoofd. Ja. Meneer Kelder, stel er wordt nee gestemd. Daar hoopt u natuurlijk op. Nee, maar even serieus. Hè, want ik snap, dat is voor een debatje altijd goed. Links, rechts, voor, tegen. Ik ben helemaal niet zo tegen dat verdrag. Maar ik vind dat er gewoon een paar echte zwakheden in zit en naïviteit in de zin. Dus je denkt als je die 330 pagina's ondertekent, dat je dan ook een betere wereld krijgt. Maar ook als een groter signaal was het toch fijn voor u als er een nee uit zou komen? Dat heb ik toch goed begrepen? Ja, nou, op zichzelf vind ik dat als signaal in de politiek goed, ja. Goed, ja. En vervolgens denk ik dat het gewoon doorgaat. En stel dus inderdaad, dat is dus de volgende vraag. Het is een raadgevend referendum. Ja. Er wordt nee gestemd. Wat zou een mogelijk gevolg kunnen zijn als de regering het ook daadwerkelijk wat mee gaat doen? Gaan we de straat op dan ook? Nee, dat geloof ik niet. Maar Michiel, hoe zit dat technisch? Als er dus een nee komt, dan heeft Rutte dus gezegd, ja, dat moeten we heel serieus nemen. Tuurlijk moet hij dat zeggen. Dan zijn wij de enigen die dat dus niet ratificeren. Dus in feite trekken we hem terug. En dan? Ja, dat is een hele ingewikkelde. Ik denk vooropgesteld, wij vinden dat als er nee gestemd wordt en als die opkomstdrempel van 30% gehaald wordt, dat het kabinet dan ook niet moet ratificeren. Hè, dus dat Nederland doet niet mee aan dat verdrag. Wat er dan gebeurt, dat is een hele lastige, omdat er nog nooit zo'n situatie is geweest in Europa. Maar waarom vindt u dat überhaupt? Want het kabinet kan heel makkelijk het links laten liggen. Kijk, het heet officieel een raadgevend referendum. Dat was het referendum over de grondwet in 2005 ook. Maar op een gegeven moment krijg je een politieke realiteit. Je kunt niet naar mensen toe gaan en zeggen van, wilt u even een half uurtje luisteren naar onze argumenten voor en tegen dit verdrag. Maar als u volgens uw keuze heeft gemaakt, dan houden we het recht voor om daar niet naar te luisteren. Weet je, dat hebben ze wel gedaan toen, hè, met die grondwet. Dat werd gewoon een verdrag van Lissabon, een titeltje erop en dat is alsnog gekomen. Nee, dat klopt. Ik was ook voor een tweede referendum. Lissabon had ook naar een referendum moeten gaan. Dat vind ik een slechte zaak. Ik ben een groot voorstander persoonlijk van referenda. Overigens, ook wel interessant te zien dat omdat Lissabon eigenlijk hetzelfde was als de grondwet, dat alle rampspoed die het nee-kamp toen voorspelde over Lissabon, dat die er ook niet is gekomen. Hè? Dus de bangmakerij van het nee-kamp toen, van er komt een Europese superstaat die alles in uw dagelijks leven gaat bepalen. Michiel, hou nou op. Dat is ook niet gebeurd. Kijk nou eens naar de financiële gat wat je gecreëerd hebt met die puinhoop in Europa. Waar heb je het nou over? Wij kopen op dit moment feitelijk eurobonds. Wij zijn volledig verklonken met Zuid-Europa. De financiële puinhoop is, maar dat is een andere discussie, omdat we niet genoeg hebben gedaan in Europa. Ja, maar dat is wel door die integratie. Dat zou kunnen, maar dan teken je wel mee voor landen die financieel zeer insolide in elkaar zitten. En dat vind ik echt, ik vind het kwalijk, want wat jij doet is dat gewoon je ouderwetse Partij van de Arbeid achterban, mensen met kleine baantjes, met pensioentjes, die worden nu vastgekoppeld aan landen waar ze dat niet hebben, waar je geen belasting betaalt, waar een failed state is. Je levert ze gewoon met huid en haar uit. En ik vind dat immoreel, dat mag je niet doen. En we zijn al te ver. We hebben de ESM. Maar het is wel van belang. Ik doe graag een keer een debat met je over de euro. Maar daar gaat deze discussie niet over. Deze discussie gaat over de vraag, wat gebeurt er als Nederland nee stemt? Nou, naar Brussel gaat, nou dan komt in ieder geval, kan dat verdrag in huidige vorm er niet komen. Hè? Want de handelsbepalingen en een aantal andere bepalingen worden al voorlopig toegepast, zoals dat heet. Nou, voorlopige toepassing kan niet oneindig doorgaan als één land zegt, we doen niet mee. Wat er precies gaat gebeuren en hoe dat moet worden opgelost, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn juristen, verschillen er ook over van mening. Het kan zijn dat er dan een stukje bij het verdrag moet komen waarin staat, Nederland doet niet mee. En dat wordt dan weer door alle landen ondertekend. En dan kan het verdrag doorgaan voor wat betreft de handelsbepalingen en een aantal andere zonder Nederland. Maar dan komt er dus niet de samenwerking op de punten waar het juist het hardst nodig is. Dingen als het internationaal strafhof, bestrijden van massavernietigingswapens, bestrijden van terrorisme. Juist de punten waarop we willen samenwerken met zo'n land wat nu nog niet stabiel is en wat stabieler moet worden. Dat komt er natuurlijk allemaal wel, maar dat neemt gewoon wat meer tijd en gewoon even nadenken voordat je als een blinde kip gewoon overal een handtekening onderzet. Goed, daarom, ik denk, dat moeten we doen. Ik denk dat we wel een duidelijke pitch van beide heren hebben gehad. Kijken of er wat meningen zijn gevormd in dit publiek. Dus er is nog één publieksvraag van journalist Arno Wellens. Ja, inderdaad, dat je dat erbij zegt, dat is wel eerlijk. Eén ding over... aan Jort het... zeker? Nee, nou, sorry, van Hulten. 9to5 collega, voor de duidelijkheid. Absoluut, ja. Dat moet ik erbij zeggen. Van de nee-website 9to5. Exact, nee, ja. Van een betere website. Wilt u artikel 4 voorlezen, wat er staat over vrouwenhandel? Nee, ik ga hier geen spelletjes met jou spelen. Je mag een vraag stellen, maar ik ga hier niet jouw shows opvoeren. Wat is de vraag? Wat staat daar concreet in over vrouwenhandel? Niks. Goed. Vrouwenhandel is een probleem. Dat staat er. En vooral volgens mij voor Moldova, voor Moldavië. Nee, maar in het geval van Oekraïne, artikel 4 lid A, daar staat, het is een probleem, het is een vraagstuk. Er zijn een hele... Ja, nee, waarom wat is je punt? Te vaag? Of het is te vaag. Laten we gewoon minimumstraffen afspreken. Of laten we zeggen, we gaan je helpen die rechtsstaat op te bouwen. Concreet. Zou dat een idee zijn dat Europa meer Oekraïne met dat soort punten zou helpen? Als je minimumstraffen afspreekt met Oekraïne, ik neem dat we ook vinden dat uiteindelijk het Oekraïense parlement zelf gaat over de eigen wetgeving, maar dan moet je toch met ze praten. Dit verdrag zorgt er juist voor dat we over dat soort dingen met ze in gesprek gaan. Dus hoe kun je nou zeggen, we moeten dit verdrag niet door laten gaan? En tegelijkertijd wil je betere afspraken maken over de aanpak van vrouwenhandel in Oekraïne. Dat begrijp ik niet. Maar je doet toch eerst een dialoog? Dan zeg je, goh, dit moeten we doen. En dan leggen we vast een afspraak. Dit is de dialoog. Dit is de dialoog. Want het is niet zo alsof dit verdrag een stap achteruit betekent. Nee, we zijn al jaren in gesprek met dat land. Door dit verdrag zetten we een volgende stap. Worden die afspraken nog wat bindender dan ze al waren? Werken we nog nauwer samenwerking? Kijk maar wat er bijvoorbeeld gebeurt op het gebied van homorechten. En daar zie je dat Oekraïne nog een ontzettend conservatieve maatschappij is. Italië is dat ook nog steeds op een aantal punten als het gaat om bijvoorbeeld homorechten. Ze zijn niet de enige. Dus dat duurt even voordat die onze kant op komen. Maar dankzij de bepalingen in het verdrag, dankzij de druk van Europa op het gebied van homorechten, hebben ze daar nu wetgeving aangenomen die bijvoorbeeld het discrimineren van homo's op de werkplek verbiedt. Dat zou niet zijn gebeurd zonder de afspraken die we nu al hebben met Oekraïne. En dat gaat alleen maar beter worden. Helder, daar wil ik het even voor nu bij laten. Wie gaat er op 6 april nu... Wie weet het nog steeds niet? Oké, zijn er iets minder? Er is wat veranderd. Wie gaat er nu voor stemmen? En wie gaat er tegen stemmen? Oeh, voor wint dat. Maar dat had ik wel verwacht. Voor wint, interessant. Voordat ik onze gast wil bedanken, kijk ik nog even Pim aan. Want ik ben even vergeten wanneer onze volgende sessie met Prins Constantijn is. 7 maart. Over start-ups en de technologiesector, als ik het goed begrijp. Dus ik zie jullie graag 7 maart. En voor nu een hartelijk applaus voor onze gasten en succes op 6 april. Leuk. Dank u wel. Dank u wel.